Je mag zo positief om met het toch een opmerkelijk nieuws vanuit Tsjechië. In het Tsjechische plaatsje Havířov heeft de politie de handel gehad aan een grapjas op een motorfiets. En dat is op zich niet zo bijzonder. Maar de man scheurde met hoge snelheid door het stadje, gekleed in, puntje, 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 helemaal niets. Wat zal die man het koud gehad hebben? De politie had al snel door dat het om een grapjas ging, maar kon er zelf niet zo om lachen. De achtervolging leefde een gevaarlijk moment op en eindigde toen de blootrik zijn motor tegen een Ford Focus parkeerde. Ja, niet echt slim. En, ik vind het geen grap in ieder geval. Ik kan er niet echt om lachen. De motorrijder probeerde de benen te nemen, maar de politie had hem snel te pakken. De 22-jarige Lolbroek had geen rijbewijs en de motor was ook niet verzekerd. Dus hij kon zijn lol op. Wat een grapjas. Natuurlijk ten slotte vervoeren deze grappen maken. Met in zijn naki op een motor. Iedereen achter hem aan krijgt in dit geval de politie. En ben je mij bedoel. Ja, van de pot gerukt. Het is gewoon... Mooi dat die man gepakt is. In ieder geval wel een heel bizar verhaal vanuit Tsjechië. Ik denk dat hij zijn lesje wel geleerd heeft. En hopelijk volgende keer zijn kleren aanhoudt. En niet van die rare capriolen gaat uithalen. Maar zo positief wel. Tot de volgende keer.